Op zondag 14 juli ontvangen wij hier in Aldebieze de kers. Het is dit jaar een jubileumeditie. Het is voor de 10e keer dat wij de gastvrouw zijn van de kers. Aldebieze is ook een logische locatie voor dit evenement. Vermits Aldebieze beschikt over een historische kersenboomgaard op de Hertenwei, waar wel meer dan 300 soorten historische kersenrassen te bezien en te proeven en te plukken zijn. Wij zijn dan ook heel blij dat wij de Nationale Boomgaardenstichting met de kers hier mogen ontvangen. We kunnen hier ook volgende zondag door wandelen met gegidste wandelingen, waarop dat de mensen van de Boomgaardenstichting jullie de oude kersenverhalen uit de doeken zullen doen. En we hebben voor ieder wat wils, want ook voor onze kleinsten, ook voor de kinderen, hebben we voor animatie gezorgd. Er gaan spelen en gegidste wandelingetjes door voor de allerkleinsten onder ons. Er zullen ook heel wat standen zijn waar dat er drankjes en taartjes en koeken mee gedemonstreerd worden, die gemaakt worden met kersen. Maar een grote nieuwigheid dit jaar, voor onze 10e editie, hebben we eigenlijk geïmporteerd vanuit het verre Amerika. En dat zijn de Sherry Pops. Het zijn eigenlijk kersengebakjes op een stokje. Ja, en ik denk dat het wel een primeur is voor Europa dat wij hier op de kers deze toepassing om lekker van kersen te kunnen smullen, kunnen tonen aan het grote publiek. Ik kan er mij echt ziek aan eten. Ik vind ze zo heerlijk. Vermits dat het de 10e editie is van de kers, hebben we ook onze geburen uitgenodigd. En de landcommanderij Aldebieze is een beetje ook een centrum van de, wat men noemt de EU-regio. De regio van Haspengouw, Nederlands-Limburg en de regio Aken in Duitsland. En we hebben de collega's uit die streken ook aangeboden om hun kersenvariëteiten samen met de onze te showen op de tentoonstelling.